Dan krijgen we nog een eervolle vermelding. Dus, het werk van Max van den Pas. Het heet Het te gekke dagelijks leven. Nou, daar word je gewoon heel blij van zo'n titel. Het positieve in zo'n titel, dat is heel mooi. Je ziet hier eigenlijk een soort van impressionistisch schilderij. Hij heeft ook heel goed gekeken naar de impressionisten, zagen wij in zijn achtergrondinformatie. Je ziet hier eigenlijk ook als het ware allerlei verschillende delen. Naar achter toe zie je dan uiteindelijk het geheel van het schilderij. De ogen die zijn heel mooi gedaan door middel van echt maar een paar toefjes verf. Waardoor ze ook heel sprankelend de wereld in kijken. Het is gewoon een hele mooie schilderstechniek. En het is een momentopname zoals de impressionisten altijd momentopnames schilderden. Dus heel mooi.